Jongens en meisjes. Welkom. Dames en heren. Oh. Welkom. Ik dacht je was stil, dus ik dacht ik maak je af. Oké, dan gaan we het nog een keer doen. Ja, oké. Okay. Ja, jongens en meisjes. Welkom bij de Hot Coffee Show met Akeo en Salim. Vandaag gaan we iets behandelen. Goh. Dat is super controversieel. Nou, dat kan eigenlijk. Media explodeert al gelijk. Gelijk. Twitter, bij Facebook. Bij het eerste woord wat je al gaat zeggen. Vrouwen. Ja. Wow. We hebben een stelling gevonden waarmee we jullie allemaal op deze video hebben kunnen laten klikken. Ja. Namelijk, vrouwen horen niet in games. Bam. Precies. Bam. En waarom? Nou, dat is natuurlijk gelul, maar dat wilden we wel dat jullie... Oké. Waar gaan we op in? Het is natuurlijk het meest... Het actuele waarom we het hierover hebben is Battlefield 5. In de trailer is een van de hoofdrollen is echt een vrouw met een soort Iron Man hand. Ja. En ze staat ook op de cover. Ja. Oh. En je krijgt gelijk het hele gezeik van alle mensen. Het is niet historisch accuraat. Nee, want... Vrouwen waren geen soldiers. Nee, ze waren allemaal thuis aan het afwassen. Ja. Of zoiets. Ja. Ik weet niet. Ja, ik weet niet wat mensen denken. Nu heb je gelijk die feministen aangetrokken. En, ja, maar die moeten ook kijken. Ja, nee, dat is belangrijk. Discussie. Ja, dat zijn ook de enigen die hier opnieuw klikken. Nou, sowieso. Maar inderdaad, het is gewoon de hele discussie rondom dat hele Battlefield weer, dat het weer niet historisch accuraat vindt, vind ik dan weer zo, ja, weet je. Maar aan de ene kant, het is inderdaad niet historisch accuraat, maar dan zie je aan de andere kant weer zo'n robotarm en dan hebben ze het over de Tweede Wereldoorlog en dan denk ik van ja, dan heb je al gelijk van oké, ze gingen niet voor dat historisch accurate. Nee, weet je wat het probleem is? Denk ik. Ik heb heel vaak naar die trailers zitten kijken en er is een keuze gemaakt bij DICE, bij EA, om eigenlijk de onthullingstrailer, als het ware is het een soort scripted stukje multiplayer wat ja, ze laten zien. Dat zeker. En het probleem wat je dan krijgt is dat als je kijkt naar de onthulling van Battlefield 1, dat was niet echt per se alleen multiplayer. Dat was meer, dat was wat later stond. Doei. Later. Doei. Dag Tom. Anders waaien het Tom. Tom was het nu al zat. Die is helemaal klaar. Groep. Helemaal klaar met die discussie. Maar in Battlefield 1 was een soort wat meer vaag. Er zaten stukjes van de campaign in. Stukjes van de multiplayer. Maar er was voornamelijk heel veel ontploffingen. En heel veel Eerste Wereldoorlog. Ik kom klaar. Ja. Maar dit is meer... Dit is, sowieso zit onder deze trailer zit geen muziek. Waardoor die al wat minder episch is. En het is inderdaad gewoon echt een soort... Er zat een vrouw in. Ja, er zit een... Dat maakt gewoon niet episch. Nee, dat is gewoon... Gelijk kut. Nee, maar ik snap namelijk wat jij bedoelt. De discussie is natuurlijk, het is niet historisch accuraat. En dan is natuurlijk gelijk het tegenargument. Maar ja, het is fucking Battlefield. 32 versus 32. Iemand schiet een fucking vliegtuig uit de lucht met een granaat. Ja. Dat ja, is ook nooit gebeurd hoor. Weet je, ze gaan sowieso ook niet voor het realistische. Ze gaan steeds een stapje verder in. Like, oh ja, dat zou ook wel kunnen. Wat echt in het echt nooit zou gebeuren. Maar eigenlijk is dat nog steeds in elke Call of Duty zo. En in de voorgaande Battlefields ook. Het is misschien meer realistisch als in het voelt meer realistisch. Het ziet er realistisch uit. Maar de acties die ze uitproberen, dat kan niemand. Ja, misschien als ze Avengers opeens hebben in de echte wereld. En die kunnen dat dan. Maar ja, ja. De gemiddelde persoon kan dat echt niet. Nee. Ja, en net als dat je inderdaad de Call of Duty's hebt. Call of Duty 3 begon er volgens mij mee met de vrouwen die dan in de game met die specialists en zo hadden. Ja, Black Ops 3. Ja, oh ja. Black Ops 3. Ja. Wat zei ik dan? 3. Nou. Nee, maar die heb je ook. Oké. Okay. Nou, Black Ops 3. En die begon inderdaad ook met de vrouwen. En toen was dat hele drama er al omheen van, er zit een vrouw in. En ik denk dat ze ook Maar waarom meer... was dat bij Black Ops 3 dan een probleem? Want dat heeft niks te maken met historie. Nee, maar omdat ze gewoon vinden dat vrouwen geen soldiers horen te zijn. Die, ja. Ja. Was dat nou voor raar? Je had vroeger nou ook echt, weet je, dan heb je inderdaad over vroeger. Nu kunnen inderdaad gewoon vrouwen inderdaad ook gewoon legen als spelers. Die kunnen net zo sterk, die kunnen net zo goed, behendig, whatever, kunnen zijn als mannen. Weet ja, je? Ze het hebben is andere skills. Gelijkheid inderdaad, ze hebben hele andere skills. Maar dat ze niet horen in het leger vind ik ook weer zoiets van, ja. Maar het is gewoon, ik heb heel erg het gevoel, deze game, de Battlefield dan is gewoon met veel minder bravoure onthuld. En dan ga je al veel sneller dat soort dingen letten. En je merkt gewoon heel erg, ik noem niet iedereen die dat zegt per se een seksist. Maar ik vind het altijd toch wel een beetje dat ik denk, ja, er zijn 80 dingen niet correct aan die game. Ja. En je gaat zeiken over het feit dat er een vrouw in zit. Ja, dat vind ik ook weer zoiets en van. En ik snap dat sommige mensen iets hebben van, ja, ik wil de oude Battlefield terug. Waar we gewoon heel erg grauw en grimmig, maar... En alleen maar mannen hebben. Ja, dat, maar het is een beetje ook een soort van... Kijk, ik snap het wel. Er zit natuurlijk ook van die face paint in en zo. Sommige mensen vinden dat een beetje Fortnite achter. En hebben ze helemaal niet op te wachten.
Maar ik heb zoiets van, ja, je kan die gate... Nou, facepaint niet hoor. In Black Ops 1 was al facepaint. Oh, het is tijd vooruit. Nee, maar ik bedoel meer... je kan het zo grimmig maken als jij zelf wil. En zeg nou heel eerlijk. Hoeveel lijkt Battlefield 1 op die onthullingstrailer? Battlefield 1 lijkt meer op de onthullingstrailer van Battlefield 5... dan op zijn eigen onthullingstrailer. Want dit is gewoon een veel realistischer beeld... van hoe multiplayer eraan toe gaat in Battlefield. Het is niet grimmig, dark, Tweede Wereldoorlog. We weten allemaal dat we zo meteen, vooral ik... gewoon met een dikke LMG door Rotterdam gaan. Dat is Battlefield multiplayer. Tuurlijk, er zit ook tactiek in en je gaat met je squad spelen. Maar het is nooit zoals de campaign dat grimmige, realistische Tweede Wereldoorlog sfeertje brengt. Dat is het gewoon niet. Nee, dat klopt. En weet je, ik heb ook wel het gevoel dat Battlefield ook een beetje aan zijn einde zit te komen. Niet in van dat ze innovatief moeten zijn. Want weet je, Battlefield heeft meestal wel... Het is Battlefield, weet je wat? Het is dat realistische gevoel. Je kan wel vliegen en boten. En, je kan alles in en dat is een grote map. Maar is Battlefield zelf ook niet een beetje aan zijn einde aan het raken? Want kijk, Call of Duty is ook wel een beetje aan zijn einde. Ze moeten ook iets op de kop gaan schoppen om nou echt weer een goede uit te brengen. Ja. Maar zij hebben, weet je wel, de ene Call of Duty zit dan weer, omdat wel verschillende ontwikkelaars zijn. Maar het is meer dat de ene Call of Duty heeft weer Specialist en is Black Ops gericht. De andere is weer echt Modern Warfare, weet je wel. Ja. Er zit een verschil en een Battlefield blijft eigenlijk ook gewoon Battlefield, weet je. Je hebt misschien dan de setting dat het net iets anders is, maar... In de essentie van het spelletje is hetzelfde, ja. Precies. En dat is dus waarom ik het zo'n groot probleem heb. Is dat de grootste groep, echt de casual speler, die is er eigenlijk best wel oké mee. En ja, de hardcore Battlefield speler vindt het dan jammer. Maar ik heb zoiets van, het zijn toch juist die hardcore Battlefield spelers die in de kleine verschillen al veel kunnen halen. Want als je namelijk leest, staat ook een artikel op Gamersnet en online ook talloze mensen die backstage allemaal over die game hebben gehoord. Dat ze echt wel hun best doen ook om iets nieuws in te brengen. Ja, en dan snap ik niet dat het Frostbite engine, 64 man, prachtige graphics. En dat je dan valt over het feit dat er dan een vrouw in zit. Of dat iemand dan een beetje facepaint op kan doen. En dat je je poppetje kan customizen. Ja, ik denk heel eerlijk gezegd dat je dan gewoon een beetje aan het mierenneuken bent. En nogmaals, je maakt het zo grimmig als je zelf wil, denk ik. Ja, precies. Kijk, het is nog net niet dat jij een character customization doet en dat jij met roze haar zo loopt, weet je, met make-up erop, weet je, en dan in het leger loopt. Zo is het nou ook weer niet, weet je wel. Nee. Het is gewoon inderdaad, je stopt een vrouw in een legerpak met ook, ja, facepaint kan je zo voor kiezen. Maar het is net zo, het is eigenlijk precies hetzelfde. Alleen heb je een vrouwenstem en je lichaamsbouw is misschien wat kleiner. Nou, het is voor de rest toch first person. Je merkt er toch geen rol van. Nee, daarom. Ik zie persoonlijk het probleem daar niet van in. Als in, ik snap niet waarom je daar zodanig aan zou kunnen storen dat het je ook echt teleurstelt in de game. Nee. Sowieso vind ik het raar als je heel erg gehyped bent. Maar ook als je heel erg teleurgesteld bent in die game nu. Want dit is gewoon een soort scripted trailer. De gameplay komt pas met E3. Ja, precies. Er is nog helemaal geen gameplay. Nee. Dus waarom ga je al gelijk oordelen trekken over, nou, wat een kut game. Ik ga hem toch niet halen, want er zit een vrouw in. Ja, of het een soort hele teleur... Terwijl, heel veel mensen vergeten, Battlefield 1 werd zo onthaald aan de reveal. Maar uiteindelijk is die game voor heel veel mensen best teleurstellend geweest. Omdat die gewoon te veel... Het had random gunplay, waar ze nu iets aan gaan doen. Dat kan je online al lang lezen. De Eerste Wereldoorlog leende zich toch eigenlijk niet zo heel goed voor zo'n multiplayer game. En het voelde gewoon een beetje als een soort Battlefront met skin. Zelfs dat heb ik ook voorbij horen komen. En daar valt ook wat over te zeggen. Zou het kunnen dat ze misschien... Weet je wel, normaal heb je altijd als zo'n fucking vette trailer komt... Dat de hype echt zo is, weet je wel. Maar dan zien ze de gameplay en worden ze een beetje teleurgesteld. Dat ze nu gewoon een beetje een afgerachte trailer laten zien en dan de gameplay zit hier van wow, ik denk wel dat wordt een vette game. Ik denk wel dat ze oprecht inderdaad geleerd hebben van Battlefield 1 van oké, om een game zo te onthullen, dan worden de verwachtingen gewoon te hoog. En ik denk ook gewoon dat het voor hun ook voornamelijk iets is van, ik denk dat ze hier wel een statement mee maken van deze game focust nog meer op multiplayer. En ik weet dat heel veel mensen dan zoiets hebben van nee, want de campaign is ook belangrijk. Maar als je gewoon heel eerlijk bent,
er is gewoon een hele grote groep gamers die gewoon die multiplayer heel vet vindt. En ja, ja, dan gaan ze hun geld verdienen met cosmetica. Ik ben helemaal voor. Ik heb liever alle DLC gratis en dat je gewoon lekker à la GTA Online van die kaartjes kan kopen voor je nieuwe jachtjes, je bootjes, je autootjes. En dan in Battlefield 5 voor je nieuwe facepaint en je nieuwe armpje en je nieuwe haarstijl en je, weet ik veel, je nieuwe kut. Ik weet het niet. Het maakt niet uit. Weet je, grotere tieten. Nee, ja. Maar, weet je, daar kies je dan zelf voor. Dat is inderdaad gewoon een keuze die je zelf maakt. Het voegt niks toe aan de game. Het voegt alleen toe voor jezelf dat je iets leuks hebt. Maar ja, aan de andere kant heb je ook weer first person, dus je merkt er toch wat minder van. Maar ja, als jij inderdaad een bepaalde skin of een outfit wil en als jij je vet vindt, lijkt, als jij wilt gezien worden door anderen met een vet skin, leuk voor je. Maar als we inderdaad gewoon alle DLC's lekker gratis kunnen spelen, iedereen kan genieten van de game. Er is geen microtransactie gelul van ja, het is pay to win of dit is weer duur, nee, of de season pass is duur of de DLC's krijg je weer weinig voor. Gewoon lekker alles gratis, geen gezeik. En ik denk dat dat best wel een slimme move zou zijn als ze dan inderdaad zouden waarmaken. Ja, we gaan het zien. Aanstaande E3 op de, volgens mij is het even kijken, 9 juni, die van EA. Dat is dan de EA Play Days. Hebben ze beloofd nieuwe gameplay te laten zien. Anderhalf week. Dan, dan kunnen we denk ik een nog beter oordeel vellen over de gameplay. Want dit was natuurlijk allemaal best wel in-game. In de tussentijd, laat weten in de reacties. Wat vinden jullie? Vrouwen in dit soort shooters. Gaat helemaal nergens over. 40, 45 was een mannenoorlog. Heel veel over te zeggen. Er zitten ook gekleurde mensen in Battlefield 5 waarschijnlijk. Wat vinden jullie ervan? Laat het weten in de reacties. We zijn heel benieuwd naar jullie mening. Laat ook even een nieuwe stelling achter voor volgende week. Oh, voordat we hem afsluiten, wil ik nog één puntje. Inderdaad, games. Vrouwen kunnen gewoon in games horen. Maar wat ik wel erg vind is dat ontwikkelaars expres een vrouw erin doen, terwijl dat niet hoort te kloppen, om vervolgens de seksistischheid gewoon wat te verminderen, wat te balanceren. Ja, vind ik wel. Dat is natuurlijk het enige punt hierover, is dat Battlefield 5 heeft een vrouw ook in de box art. En dat was een beetje natuurlijk een soort van, oké, DICE, we snappen het. Weet je, het is prima dat ze erin zitten. Het is prima dat je gewoon alle soorten mensen, kleuren, vormen erin doet. Maar je hoeft het niet zo te benadrukken van, kijk, wij doen dit. Ja, dat is het enige punt waar het wel op terugvalt, denk ik. Ja. Dus DICE, als je dit kijkt, dat was echt gewoon niet nodig geweest. Dus laat een reactie achter. Ja, laat een reactie achter. Misschien vinden jullie wel eens iets van, nee, je moet vrouwen juist op die box art zetten. Want dan representeert die game tenminste ook nog een beetje de vrouw. In plaats van dat ze een beetje weggestopt achter een of ander menu zitten. Laat het weten, laat een stelling achter. En we zien jullie volgende week. Tot volgende week.